boom, did this amendment last month, and was in here met Parliament lead, Meryame Kitir, and equally from heart to welcome here on this program. Hallo, dankjewel. Hey. Ja, vandaag heeft Meryame onze awards gekregen. Als jullie weten hebben we op 18 maart een evenement gehouden, die Impact Makers Award in Hasselt. En Meryame was een van die personen die wij die eer heeft gekregen om dit award te mogen ontvangen. Maar op die moment was zij niet aanwezig. Ik ga dat niet allemaal uitleggen, maar misschien kan Meryame dat zelf zeggen. Maar eerst wil ik een beetje een vraag stellen aan Meryame. Hoe is dit allemaal begonnen? Want dit award is gewoon om u te bedanken voor alles wat je doet voor de mensen. Niet alleen voor jezelf, zoals ik heb al gezegd. Dit award is voor mensen die hun leven gebruiken om andere mensen te ondersteunen, te helpen. En dat is wat jij doet. Je hebt dat altijd gedaan en je blijft dat doen. En we willen je bedanken met dit award. En ja, ik wil jullie in de eerste plaats heel erg bedanken om deze award te mogen krijgen. Het is toch wel een speciaal moment, moet ik zeggen. Okay. Als je weet dat mensen je steunen en je appreciëren, en zeker als mensen het hardop ook nog eens zeggen en dan nog eens via een award doen, is dat altijd wel heel speciaal. En de reden waarom dat ik mijn werk doe vanuit politiek, probeer te strijden voor een beter leven voor iedereen, niet voor bepaalde groepen mensen, maar voor iedereen. Ik denk dat het voor mij vooral een stuk te maken heeft met mijn achtergrond. Ik ben de dochter van een mijnwerker. Mijn vader is vanuit Marokko naar België gekomen om in de mijn te werken. Heeft zijn vaderland verlaten voor een beter leven voor zijn eigen kinderen. Ja. Ik vind dat een moedige stap die hij gezet heeft. We komen uit een groot gezin, 11 kinderen. Dus we hebben altijd geleerd om voor elkaar te zorgen. Dus ik denk dat ik heel veel vanuit mijn opvoeding heb gekregen. Ik heb zelf ook wel wat tegenslagen gehad in mijn leven, maar je kunt dat twee dingen doen. Ofwel word je verzuurd, ofwel zeg je ik trek mijn lessen eruit en je kijkt hoe je daar verder mee kunt omgaan. Dus voilà, ik heb dat een beetje vanuit mijn opvoeding vooral meegekregen. Ik heb heel lang op de Fort gewerkt. Daar ben ik vakbondsafgevaardigde geweest. Heb ik ook geleerd wat het betekent voor elkaar opkomen. En heb ik met mijn eigen ogen gezien, als je oplossingen vindt die voor iedereen goed zijn, dat het eigenlijk de beste situatie is dan dat je oplossingen zoekt die voor één of twee personen geldt. Dat is eigenlijk wat ik apprecieer u als persoon, maar wat ik heel veel, wat ik echt heel veel apprecieer van u, is dat je vecht niet alleen voor jezelf, je vecht niet alleen voor die immigranten, je vecht niet alleen voor Marokkanen of bepaalde mensen, dat is voor iedereen. Jawel, gewoon een mooie situatie voor iedereen. En dat is wat ik echt waardeer van u. Dat apprecieer ik heel erg. En ik denk dat ik spreek voor heel veel mensen, dat heel veel mensen ook, die zien dat ook zo, zoals ik dat zie. En dat is wat wij appreciëren van u. Dankjewel. We zijn heel blij. En zoals je zei, dus je inspiratie voor wat je doet, komt eigenlijk van je vader. En er zijn heel veel kinderen van immigrantfamilies en zo. Heb je iets misschien in want wij zitten zo met de ideeën van oké, als mijn ouders, ik ben nu een immigrant en mijn kinderen en ook heel veel andere kinderen hebben zoiets van wij horen tot een bepaalde, dus wij kunnen niet zo ver geraken. Is er iets wat je tegen die kinderen wil zeggen, niet alleen mensen met onze achtergrond, maar kinderen in algemeen, mensen in algemeen. Is er iets wat je wil? Ik denk dat alleen wat ik vooral belangrijk vind is dat diversiteit is een meerwaarde. En wij moeten niet focussen op de verschillen die we hebben van elkaar. Wij steken vaak te veel energie om te zoeken
op welke manier wij verschillen van elkaar. Mm-hmm. We kijken veel te weinig naar de momenten waar we wel met elkaar eens zijn. En uiteindelijk, waarom leven wij allemaal? We willen een beter leven hebben. We willen gelukkig zijn. Je wilt een dak boven je hoofd hebben. Je wilt niet alleen zijn. En je wilt iedereen heeft nood aan een beetje vriendschap en een beetje liefde. Ja. Je wilt een goede job hebben. Dat zijn allemaal basisdingen die voor eender wie gelden. Of je nu een migrant bent of geen migrant bent. Mm-hmm. En dat is belangrijk. De wereld is niet altijd roze geur en maneschijn, maar wat het allerbelangrijkste is, wat je moet onthouden, wat ik toch altijd belangrijk vind, is dat je in jezelf moet geloven. Ja. En je zult mensen misschien rondom je hebben die eigenlijk het tegendeel zeggen, of zeggen waarom dat je niet in staat zult zijn om bepaalde dingen te doen, maar put de kracht vanuit jezelf, want jij weet zelf hoe sterk dat je bent. Ja. Laat andere mensen nu niet naar beneden halen. En zoek ook de positieve krachten op. Want er zijn veel mensen rondom u die wel bereid zijn om u te helpen. Maar vaak, als wij negatief gaan denken, sluiten we dat van ons af. Dus geloof vooral in uw eigen kracht. Iedere mens is sterk van binnen. Ja. En je hebt altijd wel iemand rondom u die er voor u zal zijn. Inderdaad. Jullie hebben het gehoord. Rechtstreeks van Meryame gaan zelf. Geloof in jezelf. Ongeacht wat je hebt meegemaakt in het leven. Blijf gewoon geloven in jezelf. Merci, kus. Okay. Voilà.